In deze video gaan we het hebben over de crewpack die kapot is gegaan. En we gaan het hebben over de cube die de wereld aan het overnemen is. Ja, en natuurlijk beginnen we deze video met de item shop. Want wat zit er nou in? Nou, jullie zien het nu. Fortnite x Balenciaga is nog steeds een ding. En als je wat koopt met onze supporter creator code teveel gevraagd, hashtag ad, stuur dan eventjes een bewijsje op naar onze Instagram. En wie weet kom je in een van onze video's. Ja, dan gaan we direct door met de seizoen 8 progress. Hoe ver zijn we nou in dit seizoen? We zitten op maar liefst 11%. We moeten nog 75 dagen wachten voordat seizoen 9 van chapter 2 gaat beginnen. Dit duurt nog wel eventjes, maar het gaat ook best wel snel weer. Dus meer dan 10% is dus al voorbij. Ja, en het eerste echte nieuwtje is dat Times Square, dat daar een advertentie van Fortnite x Balenciaga is gevonden. Ja, je ziet daar letterlijk op een heel mooi scherm een soort van illusie dat er iemand daar zit of dat Doro daar zit en dat hij daar met de Fortnite x Balenciaga merch zit. En dit is best wel heel grappig. Het is echt heel vet, want het is heel duur ook om op Times Square te adverteren. En dat maakt het extra speciaal. En ik vind het heel vet dat Epic Games dit soort dingen doet. Ja, dan heb ik ook nog een nieuwtje over twee LTM's die terug gaan komen. Namelijk Tilted Taxi en Takeover LTM. Deze twee LTM's zijn namelijk recentelijk aangepast. Namelijk de XP rates zijn naar beneden gehaald. Ik heb trouwens geen idee waarom Epic Games alles zoveel qua XP aan het nerven is. Maar ze hebben dus de XP rates naar beneden gehaald. En dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk deze twee LTM's terug gaan komen in Fortnite. Dan het volgende is iets heeft te maken met een vaulting of dat event of hoe je het ook wil noemen. Je kan er namelijk op dit moment namelijk twee dingen kiezen. Namelijk Shockwave Grenade Launcher of de Rift to Go. En op dit moment is de Shockwave Grenade Launcher 10% funded. En de Rift to Go is maar 4,2% funded. Dus het ziet er naar uit dat we de Shockwave Grenade Launcher binnenkort terug gaan krijgen. Of de Shockwave Launcher, hoe je het ook wil noemen. Het lijkt er dus op dat die terug gaat komen. Tenzij je die Rift to Go terug wil hebben, dan moet je die zo als een gek gaan funden met gold. En dat kan je op verschillende plekken in de map doen. Maar heel eerlijk gezegd, ik wil graag die Shockwave Launcher terug hebben. Want die vind ik zelf gewoon veel leuker. Dan heeft Fortnite ook laatst nog een probleem gehad met de Fortnite Crew Pack. Het kan namelijk zijn dat als je op Xbox speelt, dat jij dingen niet hebt gekregen. Maar gelukkig is dit probleem al een paar uur later gefixt. Want als je nu relogt, dan krijg je het alsnog terug. Dus stel je dacht, waar zijn mijn Fortnite Crew dingetjes gebleven? Als je nu opnieuw inlogt op je Xbox, dan krijg je ze als het goed is alsnog. Dan is er ook nog een nieuwe NPC gekomen in de map bij Stealthy Stronghold. En hij geeft jou XP quests, waarbij je dus XP kan krijgen. Geloof me, je hebt XP in dit seizoen heel erg hard nodig. Dus ga erheen. En die staat dus in Stealthy Stronghold. En daar kan je dus gratis challenges doen voor XP. Dan is er nog een video naar buiten gekomen over de Armored Wall. Die heb ik gisteren al behandeld in de video. Alleen de video zelf nog niet. Dus laten we er eventjes naar gaan kijken. Ja, de Armored Wall heeft dus 2500 HP en is dus echt best wel heel erg sterk. Er zijn al mensen die Stairway to Heavens aan het maken zijn met deze Armored Walls. Omdat ze dus best wel sterk zijn. Dus 2500 HP is echt mega veel. En ze zijn, ja, dat is gewoon leuk. Het is best wel een noob item, denk ik. Maar toch kan hij wel op sommige manieren heel erg handig zijn. Dan heb ik nog een vet nieuwtje, namelijk de cubes. Die zijn dingen aan het corrupten. Die is de wereld langzamerhand aan het overnemen. Namelijk overal waar deze cubes komen, wordt de wereld een beetje bruiner. Je ziet hier een voorafoto. Daar zie je dat dingen nog groen zijn. En nu zie je een foto nadat de cubes dus daar al een tijdje staan. En je ziet dat dingen daaromheen bruin worden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de cubes de hele wereld bruin gaan maken. Gewoon puur omdat ze overal rondrollen. Het kan ook zijn dat als ze eenmaal ergens een tijdje niet geweest zijn, dat dat daar weer groen wordt. Dat weet ik niet. Maar op dit moment worden bepaalde locaties steeds bruiner. Dus ja, als er heel veel cubes zijn straks, kan het zomaar zijn dat het helemaal bruin is. En dat het misschien een beetje saai wordt. Maar hey, maakt op zich ook niet heel veel uit. Ja, dit waren alweer alle nieuwtjes die ik voor jullie had. Dat waren er niet heel veel, maar ze waren wel heel interessant. We moeten de aankomende tijd die cubes nog steeds in de gaten houden. Want we gaan waarschijnlijk nog veel meer dingen doen. Die gouden cube is namelijk nog steeds aan het rondbewegen. En gaat waarschijnlijk binnen
binnenkort weer een bepaalde cube of een paarse cube activeren. In ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer op de film vraagt met een belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!